Deze beschouwing die gaat over de ongelovige, goddeloze wereld. Ik heb er echt zin in. Ik heb vandaag namelijk vrij. Ik heb gisteren gewerkt, eergisteren gewerkt en eergisteren gewerkt. En dan 8 uur per dag. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten hoor. Ja, vroeger was ik computerprogrammeur en ja, dat noem je dan werken. Maar ja, je zit maar een beetje achter je toetsenbord interessant te lopen doen en meer niet. Hè. Nu moet ik echt in de rondte lopen, man. Ja, best een leuke plek waar ik nou gewerkt heb. Volgende week ook nog een paar dagen en dan ben ik daar weer klaar. Ik ben mijn invaller. Even opschrijven. Ongelovige wereld. Goddeloos. En wat me er meer te binnen schiet. En vandaag ben ik lekker vrij. Mooi zo. Dus in de ochtend. Ik heb 10 voor 10. Oh, mijn salaris komt eraan. Jee. Hey, ik denk dat ik wel lekker mijn drive heb gevonden. Ik heb ook nog €25 in mijn portemonnee. En ik heb iets van vorige week donderdag gepint of zo. 5 tientjes, dus yeah. Ik heb even geleefd in de afgelopen dagen van minder dan €5 per dag, snap je? Nee, nou gaan we praten. Hè? Ja, dat moet ik wel. Je hebt in de zin van zuinig doen. Ik moet echt, want het geld groeit me echt niet op de rug momenteel. Ja, van het schoonmaakwerk, leuk edel werk, maar daar word je niet echt zo rijk als Donald Trump van. Hè? Wil ik ook helemaal niet, dus een enkel probleem. Ja, ik zat nou op Prison Planet, zo kwam ik erop hoor. Prison Planet, dat is die website van Alex Jones. Ah, ik wil er meer reclame van maken. Dus het is wel leuk om het in de gaten te houden wat er zoal gebeurt in Amerika. Het is Amerikaans. En je hebt ook nog die andere website, maar dat is hetzelfde. En die heet Infowars. Informatieoorlog. Dus dezelfde artikelen. En Prison Planet, die kan je wegzetten als rechts. Ze zijn pro-Trump. Anti-Hillary Clinton, Bill Clinton. Anti-Obama. Ah, Obama is nu out of the picture. Ze laten zich niet uit over het Joodse vraagstuk. Wat trouwens vrij simpel is. Dat zal ik je dadelijk wel even vertellen hoe dat in elkaar zit. Als we het hebben over deze ongelovige wereld. Dat is een goddeloze puinhoop. En voor de rest Alex Jones en een van zijn hoofdmedewerkers, hoofdschrijver, Paul Joseph Watson. Die zwijgen in alle talen over de geschiedenis met de katholieke kerk. Ja, je kan wel een beetje hippe website lopen hebben en dat overal dat vingertje, maar niet met de katholieke kerk. Nee, er zijn grenzen. Dus in die zin wil ik niet echt reclame maken voor Prison Planet. Maar het is wel leuk om weer te zien waar de goddelozen nou weer mee bezig zijn. En zit ik nou te kijken naar een foto van een flip over. En op die flip over daar zijn een soort van post-it velletjes. Maar die zijn best groot. Dus niet die standaard, maar ze zijn best groot. Nou, wat staat er nou op? Er staat een gender snow person. Dus dat is een gender sneeuwpop. En een sneeuwpop die bestaat in de regel uit 3 ballen. Bovenop elkaar, sneeuwballen, een hele grote. En dan die eerste, die heet dan gender expressie. Dus gender expressie of zo. En Dan zat op dat post-it dingetje daarnaast. Gender identity. Genderidentiteit. Girl, boy, both or neither. En dan daaronder who you are and how you feel as a person. En dan heb je die tweede sneeuwbal. En die heet sexual orientation. En daaronder als toelichting staat who you love or are attracted to. En dan het onderste sneeuwballetje. Daar staat bij cisgender, transgender en dat is dan de sex at birth. Met als toelichting, dat is ook bizar. Daar staat girl, boy of intersex. Nou, intersex. Ik zal dus even voor de zekerheid erbij pakken. Dat is echt totaal idiote riem. Intersex meaning. Ja, het gaat over het begrip hermafrodiet. Intersex people are individuals born with any of several variations in sex characteristics, including chromosomes, gonads, sex hormones or genitals. That, en dan krijg je according to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Onzin. Ja, hermafrodieten bestaan. Er komt niet veel voor, hè? Gaat er ook bij hoe vaak het voorkomt. Het kan echt niet veel zijn. Ik ken niemand in mijn omgeving die het heeft. En ik ken toch... Bleh. Of zeggen, de... Nou, ik heb in mijn leven toch... Ben ik toch omgegaan met... duizenden mensen. Er was geen één hermafrodiet mij. Kijk hoor. Dat heet toch prevalentie of zo, hè? Prevalence, intersex prevalence. Ja. Het is, dat komt voor bij 0,018% van de mensen. Ja, dit heet een afwijking. Er is iets misgegaan in de baarmoeder. Ja, dat gebeurt. Het is heel bijzonder dat als er iets misgaat met een mens... Nou, dan kan het op alle terreinen misgaan. En waar ik vandaag... waar ik deze week heb gewerkt... dat is allemaal, dacht ik, zo'n beetje niet aangeboren. Dus die mensen hebben een hersenbloeding gehad of iets anders opgelopen... En die belanden dan daar. Maar ik kom ook op plekken en daar zitten mensen en die zijn zo vanaf geboorte. Die zijn ook lichamelijk helemaal, die zijn dus geestelijk, stellen ze niks voor. Ja, ze zijn er vriendelijke mensen, daar niet van. Het zijn mensen, punt 1. Maar ze kunnen niet zelfstandig naar het toilet... niet vanwege, ze zijn lichamelijk ook mismaakt. Dat maakt het ook moeilijk dat ze zelfstandig naar het toilet gaan. Maar ze doen ook dingen als poep in hun haar smeren. Serieus. Dus ze kunnen niet zelfstandig naar het toilet, want dan komen ze terug met een heel vreemd kapsel. Dus die moeten onder begeleiding poepen. Kijk, en daar is iets misgegaan in de baarmoeder. Nou, dat kan je ook hebben met iemand die dus als hermafrodiet wordt geboren. En dan is er iets misgegaan op het seksuele terrein. Ja, vraag me niet hoe het allemaal kan. En, ik ben geen evolutiebioloog. Die zouden dat moeten kunnen zeggen. Ontwikkelingsbioloog moet je eigenlijk zeggen. Het is best bijzonder hoe een geconceptueerde eicel zich ontwikkelt tot een mens. Het begint met 1 cel, hè. Nou, 2 cellen moet je zeggen. 2 cellen, ja. En dat wordt dus de bevruchte eicel. Dat is eigenlijk de mens al. En de mens bestaat in eerste instantie uit 1 cel. Net als een amoebe begint een mens als 1-cellige. Alleen een amoebe blijft 1-cellig en een mens niet. En binnen no time is een mens gedeeld in 2 cellen, 4 cellen, 8 cellen, 16 cellen, 32 cellen, 64 cellen, 128 cellen. Ja, ik ken die reeks uit mijn hoofd. Ik ben computerprogrammeur geweest. 128, 256, 1024, 512, 1024, 2048. 5096. Nou, dan heb je dus mensen die zijn hermafrodiet. Ja, dat is zo. Maar om daar nou ook kinderen... Want we hebben het hier over... Die poster... Dat flip overboard... Dat staat dus in een klaslokaal. Dus Amerika. En hier in Nederland zou ik denken aan groep 1... van primair onderwijs. Groep 1, 2, zoiets. Dus dan heb je het over kinderen van 4 jaar, 5 jaar. 6 jaar. Heb het gehad. Allemaal kleurtjes en een grappig tapijt op de grond met daarin letters en een tekening van een poes en een auto en een bij en een... Ja. Wanneer de kleine stoeltjes, daar kan je het ook aan zien. En mensen van die leeftijd gaan ze dus lastigvallen met het begrip hermafrodieten. Dat is onzin. Dat is bloody bullcrap. Bloedige stieren nonsens. Dat is de ongelovige wereld. Dat komt omdat als jij je niet... bewust bent van het feit dat jouw constitutie als mens niet een toevallige samenloop is van een aantal atomen die dachten, kom, we gaan een mens vormen, dat lijkt me leuk, ja, ik doe mee. Want dat denkt dus een atheïst, hè? Het allemaal toeval is. Je hebt als je dus hier naar dat klaslokaal kijkt, een atheïst denkt, ja, zie je wel, je hebt moleculen en die vormen een tafel. Je hebt moleculen en die vormen een stoeltje. En je hebt moleculen en die gaan in het stoeltje zitten en die gaan aan de tafel zitten. Ja, dit is gewoon 3 soorten moleculen, hoor. Je hebt tafelmoleculen, stoelmoleculen en moleculen die gaan in de stoelmoleculen aan de tafelmoleculen zitten. Ja, leuk hè, al die moleculen. Ja, en dan heb je dus helemaal niks om je mee bezig te houden. En dan ga je kinderen maar lastigvallen met... nou, je hebt dus jongetjes, je hebt meisjes. Maar je hebt ook... Dan komen ze ter wereld. Nou, dat is helemaal fout gegaan. Je gaat die kinderen toch ook niet meenemen naar die plekken waar ik aan werk? Om te laten zien hoe het ook kan komen. Hoe je ook ter wereld kan komen. Dat doe je toch niet? Dat kan... Ja, bij wijze van spreken, ik sta van mezelf te kijken dat ik zo makkelijk om kan gaan, zo makkelijk kan werken in zo'n werkomgeving. Maar ik heb ook even moeten slikken. Ik heb gewerkt bij een heel laag niveau. Dus ik heb gewerkt en er was een jongen En nou, daar kan je geen enkel contact meer hebben. Die krijst als een papegaai in Artis. Ja, echt letterlijk. Dan denk ik van, Perry, kan je het even nadoen? Ja, daar heb ik geen zin in. Denk maar aan een papegaai. Nou, ga maar naar de vogelvolière toestand van Artis. En ga maar luisteren naar de gekrijs van die vogels. Of apen. En dat doet hij dan. En dan is hij weer een tijdje stil. En dan gaat hij weer. En waar ik dan, op die plek waar ik dan kom, dan gaat iedereen naar de dagbesteding. Hij niet. Hij blijft in dat pand. En dan loop ik er in de ronde met mijn vrolijke zwabber. En dan hoor ik hem de hele tijd krijsen. Of de hele tijd, dus ook niet zo, maar regelmatig. Maar dan gaat hij weer. En zo'n begeleider zei tegen mij van, ja, we hebben het geprobeerd met hem om bijvoorbeeld met hem een eindje te gaan lopen. Nou, in de rolstoel dan, want hij kan niet lopen. Echt niet. Nou, zei ze, daar doe je hem geen plezier mee, hoor. Dus dat hebben we uitgeprobeerd. Nou, dat werd een drama. Want dan raakt hij overprikkeld en dan zit hij continu te krijsen. Nou, dan snap je wel dat dat niet leuk is voor zo iemand. En voor zijn omgeving ook niet. Nou, toen hebben ze besloten bij het teamoverleg van, nou, dan maar alles maar niet. Niet naar de dagbesteding, ook niet een eindje naar buiten overdag in de rolstoel. Nee, hij mag de hele dag op de bank zitten. En hij heeft dagen, dan zit hij op de bank, en hij heeft dagen, dan zit hij op een waterbed. Heel groot waterbed, van, weet ik veel, 3 bij 3 meter of zo. Een beetje te krijsen, meer niet. En op vaste tijden proberen ze voedsel in hem te krijgen. Dus dat is nog niet eens makkelijk ook. Dat is een behoorlijke worsteling. Nou, dat ga je toch ook niet aan kinderen laten zien? Dus dat zullen zelfs volwassenen... Nou, ik heb er ook eventjes van... en ik laat het dan maar gewoon links liggen, letterlijk... Ik kom er om mijn werk te doen en niet om me druk te maken over die gevallen. Dat zijn afwijkingen. Nou, intersex, dat is ook zo'n afwijking. En die mensen die gaan daar ongetwijfeld gebukt onder. En een enkeling, ja, ik heb op internet, het is niet zo fijn, maar ik heb wel een keer een filmpje gezien dat ik dacht van, wat? Jeetje. En dan heb je dus een hermafrodiet en die verdient dan geld in de porno. Ja, hij gaat mij niet vertellen dat die mensen gelukkig zijn. Ai, 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 ai. Maar voor de rest klopt dan die onderste bal van die sneeuwman wel. Want ja, je wordt geboren als een jongen of je wordt geboren als een meisje. Klaar. En dat is in 0,018, dus 0,02% van de gevallen gaat het dan mis. Dus in 99,98% van de gevallen ben je of een jongen of een meisje. Ja, rond het af naar 100%. Voor die kleine kleuters. En trouwens, die kinderen vertel je niks nieuws. Want die weten al lang dat je jongens en meisjes hebt. En wat ze hier gaan doen, dat is die kinderen duidelijk maken... dat het onderscheid tussen jongens en meisjes... nou, dat is een heel lang verhaal. Dat is heel ingewikkeld, hoor. Nou, daar moeten we het even met z'n allen over gaan hebben. Want jullie denken natuurlijk, dat is een jongen en dat is een meisje... en dat je dan klaar bent. Nou, niet hoor. Nee, dat zit heel complex in elkaar, weet je wel. Dat is de onzin. Dat is de ongelovige wereld. Dat is goddeloos, dit. Dan hoef ik niet eens te zeggen met een of andere bijbeltekst... want in den beginnen schiep God de mens... en hij schiep de mens, man en vrouw. En zo staat het in de Bijbel, maar los daarvan, je kan het zelf toch ook zien. En bij planten bijvoorbeeld heb je het fenomeen dat je... 2 huizige planten heb. En je hebt 1 huizige planten. Nou, tweehuizige planten, die hebben zowel mannetjesbloemen als vrouwtjesbloemen. Nou, die zijn eenhuizig, ja. En tweehuizige planten, zoals bijvoorbeeld de welgeroemde, veelgeroemde wietplant. Hè? Ja, heb je een vrouwtjeswietplant en een mannetjeswietplant. En je hebt geen transgender wietplant. Natuurlijk niet. Dat is weer van een ongelofelijke onzin. Nou, zo heb je dat met mensen ook niet. Je hebt mannetjes en je hebt vrouwtjes. Je hebt mannetjes, je hebt vrouwtjes en je hebt zeurneuzen. Mensen die ontevreden zijn met hun wereldse bestaan. En waar haal je het goddeloze lef vandaan om ontevreden te zijn met je wereldse bestaan? Wat is dat voor een ongelofelijke, zeurneuzerige instelling? Ik wou dat ik een meisje was. Ja, ga er weer. Ik weet nog een keer een grappig verhaal. Op de HAVO zat ik in de klas en ik was een vroege leerling. En ik zat in de klas met mensen die waren minimaal 1 jaar ouder dan ik. En in HAVO 5 of zo. Toen zat ik in de klas ook met jongens en die waren al 2 keer blijven zitten. En die hadden al een brommer en die hadden al seks gehad. En kortom, die waren groter dan ik natuurlijk. En ik was een spichtig apparaatje met een dikke bril. En ik was de beste van de klas. In de vakken dan, hè. Nou, dan ben je niet echt... Ja, dan ben je dat doelwit. Dan ben je mikpunt en zo. En we waren op schoolweekend. En we hingen rond na een excursiedag. Schoolweek. Ja, ergens in Limburg was dat. En dan hingen we rond op de slaapkamers. Dus de meisjes op de meiden. Dat was allemaal heel netjes. Meisjes, jongens. Hè? Dat goede oude tijd. Dus ik zit op die jongenslaapzaal. Van die stapelbedden. En we zaten een beetje te vervelen voordat het avondeten zou beginnen. En een van die grootste lullo's die al een brommer had en al seks had gehad, die had een beetje mij af te zeiken. En die had wel stomme moppen te maken. En al die meelopertjes, dat suffe volk, die gingen dan meelachen met die zogenaamde alfa-mail. Stomme moppen maken over Perry. En toen kwam die er uiteindelijk uit, die grote lul, met de opmerking... Ja, Perry is vroeger een meisje geweest. En die ging lachen, jongen. Oh, vonden ze dat leuk. En toen waren ze uitgelachen. En ik wachtte de nekjes op de pauze, hè, want dan heeft iedereen gelachen. En dan gaat iedereen even ademhalen. En dan moet de grappen maken, dan moet een nieuwe grap gaan verzinnen. En precies in die stilte zei ik dus luid genoeg... Ja. En Marco of zo heette die. Hè? Ja, zei je. En Marco is vroeger een jongen geweest. Ja, dat was een leuke opmerking. Ik heb wel moeten rennen van mijn leven. Zo, was ik in no time die slaapzaal uit. Want die grote lul die kwam achter me aan, man. Die was kwaad. En iedereen lachen, jongen. Zo is het toch. Nee, je bent een jongen of je bent een meisje. Punt. En zat hij dan als tweede... Er zat ook een hartje bij. Die tweede bal. Dat is de seksuele oriëntatie. Sexual orientation. Hè? Who you love or are attracted to. Ja. Ja, love heeft niks te maken met seksuele oriëntatie. Wou je soms zeggen dat je ook verliefd kan zijn op je pornomateriaal? Tuurlijk niet. Dat is je seksuele oriëntatie. En moet je daar kinderen van 3, 4, 5 jaar mee bezighouden? Oh, vind je dat? Weet je wat jij dan bent? Dan ben je een smeerlap. Dat vind ik serieus, hoor. Iemand die het goedkeurt, die toestaat, die rustig de andere kant op kijkt. wetende dat ze het hebben met kinderen van 3, 4, 5 jaar oud over seksuele oriëntatie, dat je het überhaupt hebt met kinderen over die kant van het bestaan. Piemeltje kutje bestaan, zullen we zeggen. Met zulke jonge kinderen. Of je er zelf aan participeert of dat je het oogluikend toestaat. In beide gevallen wat mij betreft castratie. Ja, dat dan ja, zoiets. Ja, gewoon castratie zou ik doen. Ja. En een omgangsverbod met kinderen. Misschien dat we moeten gaan praten met Hongarije die een onbewoonbaar verklaard gebied hebben en dan mag je daar verblijven. Ik zou je het liefste weg willen hebben uit de samenleving namelijk. Serieus, daar kan ik pisslink over worden. Als die goddeloze samenleving, seks met kinderen, is afgelopen moet het daarmee zijn. En er zijn geen woorden sterk genoeg om mijn afschuw uit te drukken. Ha 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 ha. Ik had het een keer daarover, dat stond hier in Nederland in de krant, in de Volkskrant, over seksonderwijs aan kinderen van 3, 4, 5 jaar. En mijn zus die werkt in het onderwijs en die las dat artikel zo voor. We waren bij mijn moeder. En mijn zus zo heel... ik weet niet of je het nergens over hebt. Zo van, oh, zei ze, is dat zo? Nou, ja, als het betaalt, dan doe ik het ook hoor. Ik keek mijn zus aan. Ik denk, ik heb dus niks gezegd. En mijn zus heeft daarna mij ook nog een paar andere geintjes geflikt. En toen dacht ik van, nou weet je wat meid, ik bel je niet meer op. Dat lijkt mij dat ik haar daar niet schade mee aandoe. Ik bel haar niet meer. Dat is alles. Nou, sinds dat moment dat ik haar niet meer bel, hebben wij geen contact meer gehad. Hm. Mijn moeder die had dat niet eens in de gaten, dat wij geen contact meer hadden. Zegt ook iets over mijn moeder. Ja, moeder is ook zo, hè? Die is ook van, ja, kijk, het onderscheid tussen man en vrouw, hè? Dat is heel ouderwets. En tegenwoordig zijn er veel meer kanten zijn daaraan. En ja, dat is wel heel erg belangrijk dat wij dat nu wel aan het ontdekken zijn. En dat er eindelijk iets gebeurt aan dat grote maatschappelijke probleem. Met mijn moeder kan ik het er ook hier niet over hebben. Een punt. Mijn moeder is degene geweest die mij geattendeerd heeft op het bestaan van de Bijbel. En ja, zelf begrijpen, zelf lezen, ja, dat doet ze niet. Zij is ook, denk ik, helemaal voor seksonderwijs aan kleine kinderen. Van ja, transgenderschap. Ja, net als met borstkanker en zo. Je moet er zo snel mogelijk bij zijn. Nee, dan moet je niet in de ronde mee blijven lopen, hoor. Dat je dat pas op je 18e gaat aanpakken. Nee, als kinderen van 3 aangeven dat ze liever een meisje zijn. Hup de piemel eraf. Dat is mijn moeder. Leuk hè, van mij, zo'n familie. Ongelovige goddelozen zijn dat. Ja, daar kan ik niks aan veranderen. Het is hun eigen keuze. Het zijn allemaal volwassen mensen. Mijn moeder is 78. Mijn zus is 56. Dus dat kan je niet meer veranderen. Het is gewoon de goddeloze, ongelovige wereld. Punt. Seksoriëntatiecursussen geven aan kleine kinderen. Gadverdamme. En dan is de bovenste, dat is dan genderidentiteit. Ja, gender, ja... Ja, wij hebben het woord geslacht. Hè? En als je het hebt over, je hebt een piemel of je hebt een baarmoeder. Ja, dan ben je toch klaar, dat is je geslacht. En wat is dan gender? Heb jij enig idee? Ik niet, hoor. En dan staat er als toelichting... meisje, jongen, allebei of geen van beide. Wat is dat voor een ongelooflijk lulkoek? Je kijkt in je onderbroek... En dan weet je of je een meisje bent. Punt. Behalve als je een hermafrodiet bent. Maar dat komt voor bij 0,018% van de bevolking. Dus waarschijnlijk ben jij geen hermafrodiet. En al die anderen die dus geen hermafrodiet zijn, die hoeven alleen maar in een onderbroek te kijken om te weten of ze een mannetje of een vrouwtje zijn. En trouwens, je kan het aan je hormonen ook zien. Aan je hormonen ook. Ik bedoel aan je chromosomen. Ja, dus als je van een mens een beetje... voor mij een haar is al genoeg. Als je 2 X-chromosomen hebt, dan ben je een vrouw. En als je een X en een Y hebt, ben je een man. Klaar. Dan zit er iets ertussenin met XXI en XII en IIIIIX of zo. Nee, natuurlijk niet. Je hebt XX en XI. That's it. En je hebt zeurneuzen. Die niet tevreden zijn met hun lichaam. Dat is puur psychisch. Want je hebt gewoon een lichaam en daar heb je mee te doen. Om er maar een schepje bovenop te gooien. Die mensen waar ik voor werk. Die mensen die dus een niet aangeboren toestand hebben. Daar zitten erbij. Die hebben het echt moeilijk. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Je leven ging lekker een bepaalde kant op. En toen op een vrijdagmiddag kreeg je een hersenbloeding. En 3 maanden later kom je weer bij. En dan zegt iemand tegen je, ja dat was 3 maanden geleden. En je weet niet eens wat er in die 3 maanden tijd gebeurd is. Je weet wel dat je je hele rechterkant niet meer kan bewegen. En je spraakvermogen is zo goed als pleiten. Kijk, daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen dat je het daar godschuwelijk moeilijk mee hebt. En onder die mensen, maar zelfs onder die mensen met niet aangeboren hersenletsel, er zitten er ook bij, ik ken er eentje die... Of er nou wat mee te maken heeft, weet ik ook niet, maar hij is Moluks van afkomst. En ik ken een familielid van hem, of iemand met dezelfde achternaam. Ja, die heeft ook zijn akkefietje gehad. En van alles, allerlei vermogens kwijtgeraakt. Zit ook in een rolstoel. Ja, maar die is elke dag vrolijk. Ja, daar heb ik respect voor. En er zijn ook mensen met zo'n niet aangeboren hersenletseltoestand. Ja... Had ik nog van de week dat ik dus een appartement inging en ik had echt eerst aangebeld. Nou, ik hoorde helemaal niks. En dan heb je zo'n tag, zo'n bliep-bliep ding, sleutel. En dan plop je die deur open. En dan zat die man, die zat pontificaal midden in de kamer in een of ander elektrisch rolstoel gebeuren. Zat hij een middagdutje te doen. Ik was echt totaal verbaasd. Ik denk, kijk nou... Dat had ik dus niet verwacht. Hè. En die man die werd dus niet wakker van de bel. Maar die werd dus wel wakker van het feit dat die deur automatisch open ging. Dus die komt zo bij uit zijn middagdutje. En die ziet mij staan met mijn waskar. En die wordt een partijtje kwaad, jongen. Zo. Nou, dat is dan iemand die heeft een niet aangeboren hersenletseltoestand. En nou, die baalt als een stekker. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. En dan heb je die aangeboren mensen. Nou, ik kan je zeggen, al die mensen met aangeboren beperkingen en zo. Al die mensen zijn vrolijke, tevreden mensen. Allemaal. Ik ken er geen één die loopt te zeiken. Ze hebben allemaal, zouden ze het volste recht hebben om te zeggen... ik ben geboren in het verkeerde lichaam... en ik wil net zo kunnen lopen als Perry... en ik wil net zo kunnen praten als Perry... en ik wil ook hier schoonmaker kunnen worden... in plaats dat ik veroordeeld ben tot het zitten in een rolstoel en te krijsen als een papegaai. Dat doen ze niet. Mensen klagen niet. Nou, daar kunnen de andere mensen een mooi voorbeeld aan nemen, zou ik zeggen. Een beetje lopen zeuren van ik wou dat ik een meisje was. Ga er weg. Of dat ze zeggen, ik ben allebei. Ik ben niet een meisje of een jongen, ik ben allebei. Wat nou, je bent allebei? Je bent niet allebei. Je hebt of een piemel of een baarmoeder. Klaar. Je kan ook nog zeggen dat je zoiets hebt als vrouwelijke beroepen. En mannelijke beroepen. En dat je graag een vrouwelijk beroep wil. Dat kan. Nou, daar heeft verder de rest helemaal niemand een probleem mee, hoor. En in de schoonmaak, bijvoorbeeld, daar werken heel veel mannen. Ik ging van de week in alle vroegte de deur uit. Ik begin daar dan om 8 uur en dan moet ik nog een stuk met de trein. Nou, dan loop ik dus om 7 uur 's morgens loop ik hier door het centrum van Arnhem. Kom ik langs de HEMA en dan staat er iemand met een mop. Die staat de vloer in de HEMA te dweilen. Ja, was een man. Dus je mag als man ook schoonmaker worden. Dan ga je toch lekker schoonmaken. En dat schoonmaken geldt toch als een vrouwenberoep? Nou, dat kunnen mannen ook doen, hoor. Kijk eens naar eten koken. Dat gaat in de regel door voor vrouwenwerk. Hè? Nou, ga maar kijken in restaurants. Heel veel mannen staan in de keuken. Dus daar hebben we geen enkel probleem. Nee, we moeten geopereerd worden en hormoonkuren. En... of dat je geen van beide bent. Nou, ik ben geen jongen en ik ben geen meisje. Nee, weet je wat je wel bent? Je bent een surneus. Geet er weg. En dan hier, er is een andere op Prison Planet. Dat is een man, dat is een transgender activist. En die was bij een schoonheidssalon geweest. Dat is gewoon een mafketel. Er zat ook een foto van hem bij. Je kan gewoon gelijk zien dat het een man is, hè? En die laat zich dan noemen Jessica Janeve. En die was naar een schoonheidssalon geweest. En die wilde dan zo'n... bikini wax. Dus dat ze je schaamhaar gaan verwijderen, zodat je zo'n bikini streepje of zo. Dat wilde hij ook. Maar zijn lul was nog niet geamputeerd. Dus dat gaat hij misschien nog helemaal niet laten doen, dat weet ik niet. Maar hij vond dat hij als transgender... zoals hier staat op Prison Planet, zijn harige ballen zo mogen laten scheren in de schoonheidssalon. Nou, dan heeft die schoonheidssalon heeft dat geweigerd. Dan ga weg, vies peuk. Er is hier een rechtszaak begonnen. Ja, hij heeft verloren. Nou. Nou, dat is jammer voor hem. Dus nou moet zijn vriendin... Nee, zijn vriend dan natuurlijk. Hij zal wel een vriend hebben. Dan moet zijn vriend maar zijn ballen gaan scheren. Ja. Ja, ik deed het altijd zelf. Ja. Ik vond het wel lekker fris. Toen ik het nog deed... Ja, je wordt wat ouder en heb je niet meer zoveel haar. En ja, ook daar, ook niet daar. En... ja, nu doe ik het niet meer, maar ja, vroeger deed ik dat. Ja. Dat deed ik gewoon lekker zelf. Maak het nou uit. Goddeloze toestanden, man. En dan die laatste, dat is echt droevig. Er is een transgender jongen in Australië. En... die heeft dus een toen hij 12 was, is er vastgesteld dat hij liever een meisje wilde zijn. Want bij hem is dan iets geconstateerd en het heet genderdysforie. En dysforie is het tegenovergestelde van euforie. Dus hij was uitermate ontevreden. Want euforie betekent dat je euforisch bent. Oh, ik ben zo blij dat ik een jongetje ben. Oh, ik ben zo blij. En dan dysforie is van... Oh, ik ben echt heel erg niet leuk dat ik een jongetje ben. Nou, en hij heeft dus... 2 jaar lang... heeft hij oestrogeenhormonen geslikt... die eigenlijk van zijn moeder waren. Tjeetje, man. En nou is hij 14. En daar heeft hij er spijt van. Hij heeft ook puberteitremmers, puberty blockers gekregen. Dat is te erg. En op Sky News, dat is dat ook Australië of is dat dan weer wat? Dan weet ik niet. Sky News heeft een ander rapport wereldkundig gemaakt. Eerder deze maand. Waarin honderden jongelingen aan het woord komen of benoemd worden. Die dachten dat ze transgender waren. Maar die waren dat helemaal niet. En nu hebben ze grote moeite om terug te... Ja, detransition. Om terug te transen. En hier staat het dan ook. According to the experts, the earlier a transgender child transitions, the better. Dat is helemaal niet waar. Absoluut niet waar. En in deze goddeloze wereld is dat heel normaal. Het is verschrikkelijk. Dat is wat ik vind. Het is heel erg voor die, ja, het is heel erg voor die jeugd. Daar heb ik mee te doen. En het is een schande voor ons, de ouderen, dat wij hier niks aan doen. Wij zouden onze kinderen moeten beschermen tegen deze idioterie. Kijk, dat mensen ontevreden zijn over hun lichaam. Ik noemde dat net zeurneuzen. En dat vind ik dat geldt voor een hele grote groep. Het zijn zeurneuzen en meer niet. Maar er zitten ook mensen tussen en die zijn dermate zwaar getraumatiseerd tijdens hun jeugd. Daar moet je wat mee doen. Ik ken iemand, ik heb dat op internet gezien, gelezen. En die man is dan een psychiater en arts en zo op dat terrein. Hè? En die zegt dat het uitvoeren van een operatie, is in de vorm van castratie of zo. In feite is het castratie. Hij zegt dat moet je doen als je heel, heel, heel zeker weet dat je goed zit. In principe zegt hij, moet je het nooit doen. Alleen in uitzonderingsgevallen. En voor hem zijn er dan 3 mogelijkheden. Punt 1, als mensen dus ervan overtuigd zijn dat ze vrouw willen zijn terwijl ze een penis hebben. Als je nou, de eerste mogelijkheid is dat je met die mensen gaat praten, dat ze in therapie gaan, dat je erachter komt als therapeut waar de pijn zit en dat je die pijn gaat wegnemen. Het is een psychisch probleem, niet lichamelijk, het is psychisch. Het is een psychisch probleem. Nou, dan de tweede groep. Dan kom je er niet helemaal uit. En het is draaglijk voor die mensen. Dus ja, dan moet je het maar gewoon zo laten. Dan blijven ze met dat foute beeld maar in de rond te lopen. En ja, als het voor de rest niet leidt tot suïcide, tot zelfmoord, nou, laat hem maar. Maar die eerste groep wordt dus genezen. Die wordt ervan afgeholpen. Nou, die tweede groep geneest voor de helft, zeg maar. En is het draaglijk. Hij zei, maar er is ook een groep, die kan je ook niet genezen. En de dagelijkse pijn waar die mensen onder lijden, geestelijke pijn, geestelijke teleurstelling of whatever, verdriet. En het is zo enorm. Dus uit piëteit, uit medelijden, uit mededogen moet je die mensen maar de penis amputeren. Puur uit medelijden. En dat doe je dan bij die mensen nadat je eerst jarenlang bezig bent geweest met therapie. En therapeutische toestanden, daarmee begin je pas mee vanaf het 18e jaar en niet eerder. 16e jaar misschien. Niet daarvoor, ja, nee, in principe had hij het daar niet over. Snap je? Dat is een professional. Dat is er iemand waarvan je mag hopen dat hij weet waar hij het over heeft. En in deze ongelovige, goddeloze wereld luisteren we zelfs daar niet naar en zijn we bezig met mafketelarij. En ik vermoed het niet alleen, ik beweer dat ik het zeker weet. Deze seksgeoriënteerde agenda, die komt weg van een bepaalde plek. Die komt weg van de groep mensen die ons in bedwang wil houden. Die ons bezig wil houden met nonsens. We zouden ergens achter kunnen komen waar zij mee bezig zijn. En los daarvan, zelf doen ze dus ook aan seksuele uitspattingen. Bill en Hillary Clinton bijvoorbeeld, dat zijn overspelige mensen. Die gaan vreemd, die gingen vreemd. Dat weten we allemaal. Bill Clinton was iemand en die neukte buiten de deur. En Hillary Clinton ook. Hillary Clinton was op zijn minst biseksueel. Ja, en als dat soort mensen zulke belangrijke posities bekleden, dan krijg je vervolgens dat er in klaslokalen voor 3, 4, 5-jarige kinderen flip-overs neer worden gezet met een sneeuwpop erop met 3 ballen. En dat ze kinderen lastig gaan vallen met het begrip hermafrodiet, wat voorkomt bij 0,018% van de bevolking. Maar er staat daar jongetje, meisje, hermafrodiet. Ja. Maar er staat niet bij, wat is het, 99,8% jongetje of meisje, 0,018%. hermafrodiet. En de kinderen van 3, 4, 5 jaar, die kunnen niet rekenen in procenten. Dus die kunnen zich daar ook helemaal geen voorstelling van maken. Die kinderen die krijgen een beeld opgedrongen dat het gaat om een derde, een derde, een derde. Dus een derde is jongen, een derde is meisje en een derde is hermafrodiet. Dat denken die kinderen als ze die 3 begrippen achter elkaar zien staan. Dat weet ik zeker. En dat doen ze met opzet. Met opzet zitten ze onze kinderen leugens in te pompen. Dat doen ze met opzet. Toen mijn kind van het primair onderwijs afkwam en naar de HAVO zou gaan, en dan had ze tentamen wiskunde. En wat was dat? Dat was niets meer als het uitvoeren van staartdelingen zonder rekenmachine. Dus je moest 150 gedeeld door 6 kunnen uitrekenen. Dat kon mijn kind niet eens. Die was van de 4e tot en met de 11e, want ze heeft dan een jaar overgeslagen. Maar had ze het hele programma gehad, dan had ze 8 jaar lang primair onderwijs gevolgd. 8 jaar. En ze kon niet eens een staartdeling. Nee, maar je kind moet er wel verplicht naartoe. Ze krijgen nog gezeik met die... Ja, goed, bijna vies woord gebruiken. Anders krijg je nog gezeik met dat tuig ook. Want tuig is het hoor. Ik wil rustig zeggen dat iedereen die werkt bij het onderwijs, die behoort tot de categorie tuig. Ze zouden allemaal beter moeten weten. En ze gaan wel onze kinderen kapot maken, elke dag. Oh Piggy, zo erg is het niet. Zo erg is het wel. Ik weet nog wel dat mijn dochter op een dag van het primair onderwijs terugkwam en dat ze mij de les ging lezen over het feit dat mensen hier in Nederland haring eten. Want dat was zielig voor de zeehondjes. En dat is nu ook hoor. Ik heb met mijn dochter dan de afgelopen keer dat ze hier was, hebben we een gesprek gehad. Het ging eigenlijk alleen maar over haar jeugd en die grappige dingen die haar overkomen zijn. Tussen aanhalingstekens, grappig. Waar ze het liever niet over wil hebben. Wat ik ook wel begrijp en wat ik niet accepteer. Dus we doen het kalm aan op dat terrein, maar we gaan het er niet over hebben. Dat kan niet. Nou, we hebben het gehad over dus haar jeugd, toch over haar jeugd. Nou, daar was ik wel blij mee, eindelijk een keertje. En ik moet het ook met haar hebben over dingen als CO2 en NO2. Want zij is helemaal geïndoctrineerd op dat primaire onderwijs en op de voortgezette onderwijs over die onzin. Waarbij kinderen wordt voorgespiegeld van ja, jullie zijn de nieuwe generatie en de oudere generatie die heeft de wereld helemaal vervuild. En jullie dan moeten in een hele vieze wereld hoor. Oh, hou het daar jou. Hou het daar jou. Dat is Greta Thunberg. Daar moet ik er boos van worden, wat is dat nou? Al het onderwijsgevend personeel in Nederland valt bij mij onder de categorie tuig. Laat ze maar beledigd zijn. Ik bedoel, ik ben ook grof op mijn genitaliën getrapt door die lui. Tja, je mag er wat terug zeggen, is dat nou? Laat ze maar komen naar mij. Laat ze maar mij duidelijk maken dat ze niet behoren tot de categorie tuig. Tuig van de richel. Tuig wat onze nieuwe generatie de verkeerde kant op stuurt. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Zij worden er nog voor betaald ook. Weinig respect. Ik weet ook nog op het primair onderwijs. Mijn kind had een jaar overgeslagen vanwege de sociale contacten. En het was voor het sociale gebeuren beter dat ze dus een jaartje over zou slaan. En achteraf begrijp ik dat ook niet. Maar... Ja, en toen kwam het dus uit van ja, jullie kind heeft wel een achterstand met rekenen. Nou, aan de ene kant kwam dat dan doordat ze een jaar over had geslagen. En aan de andere kant zeiden ze er vrolijk bij, ja, en wat ook zo is, wij geven niet meer echt het rekenonderwijs wat ze vroeger deden. En jullie kind heeft dat toch echt nodig hoor, dat het weer gewoon de tafels leert. Van 1 × 2 is 2 en 2 × 2 is 4 en 3 × 2 is 6 en dat tot en met de tafel van 9. Ja, kunnen jullie dat dan zelf doen? Ik had dat onderwijzend personeelspersoontje had ik achter de bureau vandaan moeten sleuren. En er in de bek moeten schreeuwen, in haar bek hè. Maar die kon er heel boos over worden, want wat doe je me nou aan? Ik moet mijn kind verplicht naar jullie instantie brengen. Verplicht. Verplicht. En ik moet het dan leren rekenen. Ja, denk je nou echt dat je ouders mag tergen, mag afzeiken? Ik vind het best hoor, dat het onderwijs en personeel tegen mij zegt, wij vertikken het ten enigmale om jouw kind te leren rekenen. Hier heb je een brief voor ontheffing. En je mag je kind voortaan brengen naar school als u als ouder daar zin in heeft. En dan mag ik zeggen in overleg met mijn kind van, wil je vandaag een keertje naar school? Dan mijn kind zegt, ja, ik heb vandaag eigenlijk wel zin. Dan zeg, nou, dan ga je even naar school. En als het niet zo is, hou ik haar lekker thuis. En dan geef ik haar rekenles. Sterker nog, dan doe ik dat voor de hele buurt. Want als ik 1 kind kan leren rekenen, dan kan ik ook 5 keer kinderen leren rekenen. Aan al die ouders die vraag ik €3 per uur. Nou, 5 kinderen leren krijg ik €15 per uur. Dat is meer dan dat ik nu verdien. Snap je? En een stuk makkelijker verdiend. En you believe me, dat geeft mij kinderen vanaf 8 jaar. In 3 jaar tijd kunnen ze jou de stelling van Pythagoras bewijzen. Snap je? Heb ik ze ook uitgelegd hoe het getal pi in elkaar zit. Heb ik ze ook uitgelegd dat de stelling van Pythagoras houdt in dat het 3 × 3 + 4 × 4 gelijk is aan 5 × 5. Ja, dat wist je misschien niet, maar ik weet het wel. 3 × 3 is 9, 4 × 4 is 16, 9 + 16 is 25 en 25 is 5 × 5. Nou, pi, dat is 3,1415. Dan heb je weer 3, 4, 5, ja? Dus vandaar dat je dus de stelling van Pythagoras hebt. Snap je? Kijk, ik schud het uit mijn mouw. En die ongelovige hoereerders van het onderwijs, die eisen dat je je kind daar verplicht naartoe brengt, want dan kunnen zij ervoor zorgen dat het kind geen rekenonderwijs krijgt. Dat is wat het ministerie van Onderwijs ons doet garanderen. Daarom is alles wat met het onderwijs te maken heeft, tuig. Tuig van de regel. Zo, dat moest er even uit. En dan te bedenken dat er bij het onderwijs mensen werken, ja, die kunnen er niks aan doen, joh. Dat is gewoon heel zielig. Dat is gewoon echt heel zielig, hele zielige mensen. Als ze dit zouden horen van mij, deze tirade, dan gaan ze denk ik huilen. Ja, dat heb ik helemaal niet geweten. Dat wist ik niet. Ik wist het niet. Ja, dat werkt bij het onderwijs. Inclusief mijn zus. Maar die gaat niet huilen. Die zal zeggen, ja, dat wist ik ook wel hoor. Maar ja, kijk, als het betaalt. Ja. Kijk, als je betaalt, dan doe ik alles. Het ging zelfs over collectief masturbatieles geven aan kinderen. En mijn zus zo, ja, ze is als betaald. Ja, tuig. Ja, goddeloos, ongelovig, tuig. Dus ben jij van plan om kinderen te ontvangen en te gaan verzorgen voor de Heere Heer? Nou, maak je tieten maar nat. Of je borsten. Of je borst. Maar daar ga ik het over op een andere keer wel over hebben. Want wat is dat nou? Hè? Wel kinderen AUB. Hè? We laten ons niet door dat tuig van het onderwijs afbrengen van onze kinderwens. Want die kinderwens hebben wij gekregen van de Heren. En 1,3 kind per Caucasische vrouw vind ik belachelijk weinig. Laten we het daar eens over gaan hebben. Ja, maar dat doen we de volgende keer. Nou, ik vond het wel een mooie, hè? Over de ongelovige wereld en de goddeloze mens. Ja. Maar wij zijn niet zo, hè? Nee. Wij zijn de gelovige mensen. En wij zijn niet goddeloos, wij zijn godvrezend. Wij zijn de God, de Heere, Heere, vrezend en de rest kan onze rug op. Zo zijn wij. Snap je? Wij zijn bad, mean, mofo's. Dat zijn wij. En laat ons niks wijsmaken. En daarom durven tegen jullie, op zijn Duits, want in het Hamburgs, te zeggen... Tjus! En dag lieverds.